Hallootjes en welkom bij een nieuwe Moviezone Filmlab. Vandaag hebben we een special guest, Nick Golterman. Precies. Stap iedereen! Dit is te vroeg, ja, sorry. Je moet zo meteen terug. Sorry, Nick. Pas volgende keer wel. Oké. Goed, we hebben ook twee items van Moviezone Talents. Ja, en verder gaat deze Nick dus een ode brengen aan Leonardo DiCaprio. Dan de king of the world! We hebben dus vandaag Nick Golterman te gast, maar we stellen hem eerst even aan je voor. Nick Golterman wordt geboren in Nieuwegein. Hij is er vroeg bij, want al op de middelbare school maakt hij samen met zijn vrienden en tweelingbroer korte films. Op zijn 17e schrijft, regisseert en speelt hij de hoofdrol in Day 42, die de prijs van beste fictiefilm wint op het Nationaal Filmfestival voor Scholieren. Nick volgde de opleiding voor filmacteur aan het Media College Amsterdam en werkt nu als acteur. Welkom, Nick Golterman. Hè? Ja? Super leuk dat je er bent. Welkom. Vind ik ook, denk ik. Ben je er een beetje klaar voor? Ik hoop het, ja. Oké, want we gaan nu verder met het Moviezone Vragenvuur van de kijkers. Everything you always wanted to know about Nick Golterman, but were afraid to ask. Wat vond je het minst leuk om te doen in een scène en wat vond je het leukst om te doen? Het allerleukste om te doen vond ik mijn kleine grote broer, een korte film die ik laatst heb gedaan, waarbij ik een gehandicapte speelde. Super leuk om te doen. Hey, we gaan door. Ja. Hoe was het dan voor het eerst op een set staan met bekende acteurs? Oh, ik was heel nerveus. Ik zat echt gewoon... Hey, ik had één zinnetje tekst, de hele tijd dat ene zinnetje goed te doen en dan draaide de camera zo'n vlokje in de keel en... Nee, dit was het engste wat ik ooit heb gedaan. Okay. Inmiddels ben je er best wel goed in. Oké, zijn er bepaalde rollen die je vaak krijgt aangeboden? Bijvoorbeeld omdat je daar goed in bent of zo? Ja, ik word wel vaak getypecast als gekke jongen of als nerdy of dat soort dingen. En dat zijn eigenlijk heel leuke rollen. En wel vaak de komische kant ook, hè? Dat is waar. Ja, heel vaak comedy. Nice. Oké, heel snel. Hoe bereid jij je voor een auditie? Ik leer de tekst heel goed en ik kijk naar de intenties en de personage en dat soort dingen. En dan laat ik het aan het einde allemaal gaan. Dan ga ik flikken, een bak koffie drinken en dan focus ik alleen op vodka, maar koffie dus. Ze kijken kinderen niet. Ja. Oké, goed. Klinkt goed, oké. Wat vonden je ouders ervan toen je ze vertelde dat je acteur wilde worden? Oh, ze vonden het superleuk. Ik heb die zin ook dat het goed gaat, dus die waren heel supportief. En trots. Goed zo. Hoe is het voor jou om een zoenscène te spelen? Ja, raar. Het is altijd heel raar, omdat je dan... Je wil dan niet, als je dan zoent met een meisje bijvoorbeeld in een film, dan wil je niet aan dat meisje een soort van dat zij de indruk krijgen dat je het heel leuk vindt om te doen. Dus dan doe je alsof je het niet leuk vindt om te doen, maar je moet wel spelen alsof je het leuk vindt om te doen. Allemaal heel verwarrend. Stiekem vind je het ook heel leuk om te doen als het grap is. Ja, dat is waar. Oh, wel. Oké, dit is een stelling. Bloot is voor mij als acteur geen probleem, eens of oneens? Eens. Ja? Ja, hangt van de rol af. Als het een mooie rol is en het is functioneel, dan pak het en gewoon doen. Maar dan moet het wel echt een heel goed product zijn. Ja. Wat maakt voor jou een rol interessant om te spelen? Ik hou niet van slachtoffertjes spelen. Ik zei net bijvoorbeeld wel soms gekast van nerdy, dat soort dingen. Maar die mensen die willen heel vaak wel echt iets. Weet je, en als het een slachtoffertje is die alleen maar op zijn lazen krijgt en bla bla, dan vind ik het niet interessant. Wat wil je nog bereiken als acteur? Ik heb niet echt een plan daarvoor ofzo. Ik wil gewoon alle dingen doen die ik leuk vind en ik heb een soort bucketlist die ik af wil vinken. Gaat het goed met die bucketlist? Ja, op zich wel. Ja, dit kan er ook weer vanaf nu. Talkshow. Great. Welke rol wil je nog graag spelen? Ik zou heel graag een keer de bad guy willen spelen. Ik heb nog nooit een bad guy gespeeld, dus daar zou ik wel... Ja. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Misschien van Dave Schram. Die zei, doe maar gewoon helemaal niks. Dan doe je al echt meer dan genoeg. En toen ging ik dat doen en ja, dan krijg je eigenlijk alles cadeau. Nice. Shit. Klinkt goed. Nou, we zijn er alweer doorheen. Ja. Dat viel toch mee? Ja, het was best, ging best helemaal warm. Snel. Maar wil je nou ook vragen stellen aan onze gasten? Check dan even de Insta van Moviezone en kijk welke gasten er langskomen. En stuur je vragen. Straks brengt Nick een ode aan Leonardo DiCaprio. Maar we gaan nu eerst kijken naar een tof item van de Moviezone Talent. Ik ben fan van Buffy the Vampire Slayer. Dat is een serie uit 1997 en liep tot 2003. Het is een van de eerste series die meerdere genres zeg maar aansprak. Er zit horror in, er zit humor in, er zit drama in. Je groeit mee met de personages. Het is ook een van de eerste series voor mij waarin alle personages eigenlijk heel veel ruimte krijgen om te ontwikkelen. En natuurlijk, ik was ook een tiener toen het speelde, dus ik groeide mee. Voor mij, ik denk dat het ook echt mij heeft gevormd, zeg maar, qua morele dingen. En er zitten echt hele goede levenslessen in, vind ik. Toen ik net ging verzamelen, toen waren er ook action figures. Dus mijn eerste waren
The Master, de big guy uit seizoen 1. Big Bad, noemen ze dat. Buffy natuurlijk, Angel, want Angel. En Willow. Maar de serie gaat ook nog door, nu in comicboekvorm. Dus wat je hier hebt, zeg maar, is seizoen 1 tot en met 7 zijn ook comics van uitgekomen. En daarna ging het door seizoen 8, 9, 10. En 11 komt als het goed is binnenkort uit. Je hebt gewoon de muziek die dan in de club werd gedraaid, zeg maar, die op de achtergrond kwam. En de score. En natuurlijk de musical. Er is één Buffy musical aflevering. I've been making shows of trading blows, just hoping no one knows that I've been going through the motions, walking through the pond. Nothing seems to penetrate my heart. Als ik ooit miljonair ben, dan koop ik alles. Maar het zal in ieder geval nooit compleet zijn. Dan kan je de vampieren make-up van David Boreanaz bijvoorbeeld kopen, die hij echt in een aflevering heeft opgehad. Ik ga ook naar conventies en dan laat ik mijn DVD-boxen signeren en zo. Maar ja, ik wil dus heel graag ook nog een keer de handtekening van Sarah Michelle Gellar. Ik ga eigenlijk nooit meer naar conventies en ik ben heel erg blij dat ik wel via een vriend de handtekening van Joss Whedon heb kunnen krijgen. Dus ik denk dat dat de handtekening van Sarah Michelle Gellar is toch wel mijn must. Mijn meest ontroerende ervaring is op een conventie in Engeland. Ik ga dus in Nederland deden we nog niks met conventies. En toen ik nog studeerde, toen kwam er eindelijk na jaren, terwijl de serie al jaren niet meer op tv was geweest, een conventie in Engeland. En er zijn dus ook acteurs bij die je kan ontmoeten en dan kan je mee praten, handtekening krijgen, mee op de foto. En dit was mijn 5e conventie. En daar hadden we ook altijd een quiz. En dan had je dus zeg maar 2 teams van de acteurs. En dan worden uit het publiek, uit de 1 helft van het publiek wordt iemand gekozen en uit de andere helft. En ik werd gekozen. Tot mijn grote geluk. En natuurlijk, mijn naam wordt niet vaak goed uitgesproken. Dus ik werd geïntroduceerd als Amy. En ik had inmiddels ook redelijk wat vrienden gemaakt, zeg maar, op die conventies. Dus de hele zaal, nou, hele is overdreven. Maar redelijk veel mensen in de zaal die riepen, it's Amy with an I! En toen waren dus de 2 acteurs die naast mij zaten, zeiden ik van, they really know you! Dus dat was wel een cool momentje om dat dan ook van hun te horen, zeg maar. Dus ja. En we hebben gewonnen. Dus ja. We zijn weer terug in de studio met Nick. Nicky! Sup! Vertel eens, waarom wil jij een ode brengen aan Leonardo DiCaprio? Omdat hij heeft vorig jaar een Oscar gewonnen voor het eerst. En de beste man die heeft al echt 10 nominaties gehad. Dus hij heeft zoveel avondjes in de Oscarzaal gezeten en met lege handen naar huis gaan. Dat ik dacht van, weet je wat? Laten we dit eerbetoon aan hem gaan maken. Precies. Dat klinkt goed. Hij heeft natuurlijk ontiegelijk veel gedaan. Dus je hebt goede scènes meegenomen. Let's do it! Absoluut. Ready. Let's go. You need to get home. Donnie is out of control. He's on the phone with some Swiss guy. I don't know. What's up, Sifal? What? I can't understand you. Get him off the phone. Jordan, I don't know what you're saying. Just get home, okay? Hurry. All right. I was less than a mile from home. I drove as slow as I fucking could. I'd seen Jell-O move faster. Winning that ticket was the best thing that ever happened to me because it brought me to you. And I'm thankful and promise you'll never let
prinses. Gaat u lekker zitten? Dankjewel. Wat een ode. Goede ode, goed uitgekozen. Ja, dankjewel. Heel leuk. Dankjewel. Ben je tevreden? Ja, heel erg. Ik vond dat jullie het echt super vet deden. En jij ook. Gezellig. Ja, ja, zeker. Nou, dan gaan we nu weer naar een moviezone item. Hallo, ik ben Martin Koolhoven. Ik heb Brimstone geregisseerd en ik ben gevraagd om de top 5 van westerns voor Moviezone op te noemen. Alleen dat lukt me natuurlijk niet, dus ik heb er een top 6 van gemaakt. En zelfs dan moet ik nog allerlei dingen, Butch Cassidy, The Sundance Kid, McCabe, Mrs. Miller, al die dingen die hebben het allemaal niet gered. Dus we gaan beginnen met nummer 6. Nummer 6 is Pat Garrett en Billy the Kid van Sam Peckinpah. Dus niet The Wild Bunch, die ook geniaal is, ook fantastisch. Nummer 5, een spaghetti western, dus uit Italië. En dan laat ik er geweldige films als Keoma, laat ik al zitten, Bullet for the General, allemaal films die je allemaal moet zien. Maar wat heb ik op nummer 5 gezet? Een film van Sergio Corbucci. Iedereen kent Sergio Leone, maar Sergio Corbucci is de andere Sergio. Die zouden jullie moeten kennen, want die heeft de originele Django gemaakt. Dat is ook niet nummer 5. Nummer 5 is The Great Silence. Dat is heel lang is dat bekend geweest als die western in de sneeuw. En dat gaat ook over een man die niet kan praten. Dus dat heeft een grote invloed gehad op Brimstone. De nummer 4 is van Clint Eastwood. Clint Eastwood heeft 4 geweldige westerns gemaakt. Dat is High Plains Drifter, Pale Rider, Outlaw Georgie Wales. Ze staan allemaal niet op nummer 4. Welke staat op nummer 4? De laatste die hij gemaakt heeft, Unforgiven, zijn absolute meesterwerk. Nummer 3. Er moet ook een iets modernere film in. Een film van deze eeuw, 2007 volgens mij. Brad Pitt en de geweldige Casey Affleck, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Fantastische film. Oké, nu hebben we nog 2 over en ik heb nog 3 films van Sergio Leone. Dus die ga ik verdelen over 2 films. Duck You Sucker is de meest onderschatte film aller tijden. Hij staat ook bekend als Giù la Testa, dat is de Italiaanse titel, of A Fistful of Dynamite, of Once Upon a Time the Revolution. Geweldige film, moet je gezien hebben. Nummer 1 is dus niet The Good, The Bad and The Ugly, maar natuurlijk Once Upon a Time in the West, hoe kan het anders? Nou, dat was mijn top 6 alle tijden en ik hoop dat jullie allemaal naar de volgende western gaan. En die is voor mijzelf, dus Brimstone, 12 januari in de bioscoop. Never leave your loved ones alone. You should know that by now. Dit was alweer een nieuwe aflevering van Movies on Filmlab. Ja, Nick Goldverman. Dankjewel. Dus dankjewel. Fijn dat je er was. Ja. Like deze video en tot volgende week. Doei! Kan ik me nog herinneren? Een liedje wat mij uit de film soundtrack eigenlijk bij mij een bijzondere herinnering gaf was in de tijd dat Space Jam uitkwam. Ging voor het eerst naar Suriname toe. En toen had je toen die koptelefoons in de vliegtuigen, dan kon je radio op luisteren en dat soort shit is zo, toch? En toen was het nummer van R. Kelly, I Believe I Can Fly. En ja, je bent een klein kind, je hebt koptelefoon op. Dus ik zat altijd volle borst mee te zingen terwijl iedereen in het vliegtuig. Oh, een gênant moment. Iedereen in het vliegtuig mee zat te kijken en je begon te klappen uiteindelijk. Van yo, fucka, wat is er aan de hand?